vind dat er een beetje te veel camera's zijn, maar ik weet dat er heel veel mensen dat wel graag willen, maar ik ben er niet echt pro voor, nee. Ja, dat is een beetje gewoon worden zeker. Je ziet dat tegenwoordig wel veel eigenlijk, zeker als je hier in de stad rondwandelt, maar... Ik heb nog niet zo super extra veel camera's gezien als daarvoor. En als ik zeg dat ze er wel zijn, hebben jullie daar dan bezwaar tegen? Nee, niet echt. Hangt er vanaf zeker wat ze doen met die beelden? Ik denk dat ik het niet erg vind, omdat in deze tijden heb je eigenlijk op geen enkel vlak echt meer privacy, denk ik. Als je er zo verder over nadenkt, is dat wel zo'n beetje griezelig misschien, want je weet niet wie dat daar naar kijkt en waarom. Als dat misschien zoals in China is, dat ze met die beelden rare dingen gaan doen en zo, dan is dat niet zo chill. Maar ja, als dat gewoon is voor beveiliging, dan snap ik dat wel, dat er meer camera's komen. Je krijgt op je iPhone regelmatig ongevraagd een Twitterbericht die eigenlijk reclame is en die afgestemd is op je profiel. Smart in die zin wordt uitgebreid toegepast. Dus de nieuwe sociale media en vooral de grote multinationals die infrastructuren beheren, internet, Google enzovoort enzoverder, die zijn natuurlijk bezig met dataverwerking. Wel, smart cities, dat zijn steden die met behulp van technologie ervoor zorgen dat het leven daarin aangenamer is en beter is voor hun, ja, zowel voor de burgers die er wonen, als voor de werknemers, als voor de fietsers, als voor de haven die ernaast ligt. En die er dus voor zorgen dat die technologie eigenlijk op een positieve manier gebruikt wordt. Ik ben geen echt expert in wat er juist in Antwerpen allemaal gebruikt, maar ik weet dat er heel veel sensoren zijn, onder andere om de kwaliteit van de omgevingslucht te meten. We willen ook de drukte meten, dus verkeersdrukte, op die manier betere diensten aanbieden. Ook bij openbaar vervoer wordt dat heel vaak gebruikt. Heb je ook voor veiligheid, wordt er op heel grote schaal gebruik gemaakt van camera's. Er worden binnen die steden natuurlijk heel veel data verzameld. En die kunnen ook op een heel slechte manier gebruikt worden. Uiteraard is de bedoeling dat dat niet gebeurt, maar het kan wel. Je kan bijvoorbeeld een persoon gaan traceren. En je zal dat misschien niet echt merken. Een gewone temperatuursensor bijvoorbeeld, of een luchtvochtigheidssensor. Je denkt, wat kan die nu uitrichten? Wat kan dat nu van een probleem zijn? Maar een heel simpel voorbeeld, hier in de keuken hangt een vochtmeting. Stel dat ik 's avonds op mijn werk ben en ik zie ineens de luchtvochtigheid in de keuken heel erg stijgen, dan kan ik concluderen dat er iemand thuis is, mijn partner, dat die op dit moment thuis is en dat die op dit moment ook aan het koken is. Dus je kan er veel meer informatie uithalen als je dat op een slimme manier met die data omgaat dan mensen eigenlijk zouden denken. Dus hoe meer data die stad vergaart en hoe meer die op één plek zit, hoe gevaarlijker dat kan worden als er bijvoorbeeld heel weinig overzicht is, als er weinig toezicht op is. Lijkt allemaal niet zo gevaarlijk, maar op termijn moeten we daar toch wel bij stilstaan. Als je sommige beelden uit China bekijkt bijvoorbeeld, waar men individuen kan volgen onmiddellijk op het beeld met de identificatiegegevens kan samenvoegen met enzovoort. En dus waarbij dat men heeft in het begin van de pandemie drones gebruikt om tegen de mensen te gaan zeggen: we hebben u geobserveerd, je gedraagt u niet goed enzovoort. Dus dat is effectief een beangstigende omgeving. En eens informatie bestaat, zijn er ook altijd goede excuses om ze toch voor andere dingen te gaan gebruiken. We hebben dat gezien in Antwerpen met camera's die werden gebruikt in bepaalde wijken voor beveiliging, die dan plots werden gebruikt, heet dat function creep, om te kijken of de mensen de COVID-maatregelen wel volgden. En dat is iets wat denk ik heel veel aandacht moet voor zijn, dat zeker niet gebeurt. En dat vraagt vooral transparantie, dat je heel duidelijk bent over wat je doet, maar ook dat gecheckt wordt dat wel degelijk gebeurt. En dus dat is natuurlijk wel een heel moeilijk debat. En in het algemeen zijn wij er toch voorstander van om geen informatie te verzamelen die niet nodig is en toch heel voorzichtig te zijn met al die camera's. Want eigenlijk eens de camera er is, is het heel moeilijk om nog te beleppen dat die informatie ooit verzameld en misbruikt wordt. Elke vorm van samenleven steunt op een vorm van vertrouwen. Dus We moeten ervan uitgaan dat we modellen uitbouwen in het samenleven die we kunnen vertrouwen. Trouwens, als je wantrouwen als een basisgevoel neemt, dan wordt het leven onleefbaar en dan koop je geen brood meer. Want hoe zeker kan je zijn dat de bakker geen vergif in je brood heeft gedaan? Hoe zeker kan je zijn dat de datum die op de melkfles staat effectief ook de datum is van productie? Hoe zeker kan je zijn? Enzovoort enzoverder. Dus ik bedoel, wij gaan ervan uit dat een aantal systemen betrouwbaar zijn.
Kijk, zolang ik niet naakt over de meer loop, heb ik er echt totaal geen probleem mee. Ja, same. Oprecht same, ja. En denken jullie dat het altijd in de juiste handen terechtkomt en dat dat altijd juist gebruikt zal worden, die beelden? Daar ben ik misschien een beetje naïef in, maar ja, daar ga ik vanuit. Ja, als de overheid het plaatst, ja, waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk wel. Hopelijk natuurlijk, maar ik maak me daar op zich gewoon geen zorgen over. Ik snap dat wel, want er gebeurt wel wat fucked shit, maar langs de andere kant, ja, ik weet niet. Ze mogen ook wel niet heel de tijd iedereen heel de tijd in doog houden en filmen, vind ik. Zeker omdat er bij 24/7 of nee, zo iets van politiedinges van Antwerpen, zien er echt dat politie heel de tijd constant iedereen aan het oog aan het houden is op de camera's. Dus ik weet niet, een beetje privacy mag je wel. Ik denk dat het alleen maar erger gaat worden. Ja. We gaan geen privacy meer hebben. Dat is niet meer van deze tijd. Nee, dat is niet meer van deze tijd. Het is niet duidelijk dat als je alles in de oog houdt in een stad, het dan veiliger wordt. Er zijn heel veel studies geweest over gebruik van camera's. En natuurlijk is duidelijk wat in een aantal gevallen kan men misdaden ophelderen die men anders niet kon ophelderen. Natuurlijk in een aantal andere gevallen zal gewoon de misdaad zich verschuiven. Als u als misdadiger weet van daar is een camera, dan gaat u gewoon ergens anders iemand beroven of gaat u ergens anders beginnen vechten. Dus in zekere zin is het niet echt bewezen dat dat op grote schaal helpt. Het is natuurlijk wel zo dat een aantal gevallen zijn opgehelderd, dat is zo. Maar daar moeten we daar heel transparant over zijn en die statistiek ook laten zien, van zoveel heeft het nu geholpen. En natuurlijk blijft de vraag van, weegt dat op tegen mogelijk misbruik? Wel, je hebt een techniek om bepaalde toepassingen te bouwen en dat heet privacy by design. Dat betekent dat je eigenlijk je toepassing gaat bouwen, maar je start vanuit de privacy van bepaalde mensen, bijvoorbeeld van de inwoners van een stad. Ik denk dat het heel belangrijk is dat als je iets gaat bouwen in zo'n smart city, dat je dat zo doet. Dat je dus met andere woorden denkt van, kunnen we dit op een andere manier of moeten we effectief die data gaan verzamelen? Dat je daar heel erg bij stilstaat. Die privacy is denk ik primordiaal als je een smart city bouwt. Om mensen het gevoel te geven dat ze niet gecontroleerd worden, maar wel in een slimme stad wonen. Dat is een taak als onderzoekers. We moeten proberen aan de mensen uit te leggen dat het kan, dat het mogelijk is om het te doen en dat het eigenlijk goed kan werken. En dat blijft natuurlijk wel een moeilijk verhaal, maar ik denk, wat is het alternatief? Is alles centraal zetten en eigenlijk privacy opgeven. En opgeven staat niet in mijn woordenboek. We moeten blijven hopen en boven systemen te maken die robuuster zijn en die meer privacy bieden. De mensen leveren hun privacy. Als je vandaag op de nieuwe sociale media bekijkt hoe mensen hun individuele gemoedstoestand dagelijks met andere mensen mededelen die ze niet kennen, hoe de omgang, veel tweets, van, ik ben een zeer fervente twitteraar, wel de helft van die tweets gaan over de verhouding met uw kinderen, wat uw kinderen al dan niet doen, wat je in je vrije tijd doet enzovoort. Dus, de mensen etaleren hun eigen leven op zo'n manier dat het helemaal niet moeilijk is om data te vergaren daarover. Dus er is daar een vage zone waarbij dat de mensen hun intimiteit blootgeven aan de ene kant, wat mij betreft op een soms heel exhibitionistische wijze. En dan anderzijds bepaalde terreinen van uw leven die ze toch willen beschermen, niet beschermd achten. En ik denk dat daar een zeer grijze zone zit. Dus als technologie de democratie ondersteunt, dan wil ik daar heel graag in leven. En dan wil ik ook wel een deel van mijn privacy daarin opgeven. Dat betekent dus ook natuurlijk dat die, hoe zou ik zeggen, de privacyopvatting die eigenlijk intimiteit vereenzelvigt met bescherming van privaat bezit, bescherming van laten we zeggen, private toegang tot bepaalde middelen die andere mensen niet hebben, dat we dat ook opgeven. Ik ben er dus ook voor dat resources, dat die gedeeld kunnen worden en dat we kijken of we dat niet, of we daar geen andere mensen ten dienste kunnen mee staan. En dus in die zin is mijn antwoord globaal genomen positief, maar pas op van de technology driven en van het gebrek aan ontwikkeling van uitgebreide, uitgediepte democratie.